Everybody sees signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Well, I've been traveling. Nothing's so true. Life is a holiday. Summer is where I travel to. I've been to Hollywood, Sunset Boulevard. Girls walking mini shorts, gotta be a movie star. Ja. Everybody sees the signs. Het verhaal is met die ovenfriet. Dat gaat dus in de oven. Moet je eerst die oven tot 225 graden opwarmen. En dat gaat zo ruiken, want meestal is die schaal van die ovenfriet, die is dus al eerder gebruikt. Dus die begint al enorm te walmen. En zoals hier, ik heb hier dus, zoals je ziet, een hele ultramoderne afzuigkap. Die zit daar, zonder stroom. En dat papier houdt een beetje de kou tegen, want eigenlijk stond het fornuis daar. En daar was de afzuigkap waar nou de koelkast staat. Maar de koelkast, die kon hier niet tussen. Dus ik moest een dramatische beslissing nemen. Nou kook ik vrij weinig en als ik kook, kook ik natuurlijk met kaspijkers, dat begrijpt u. Dat is een stuk lekkerder ook. In ieder geval, ja, dat worstje is volgens mij al een week oud hoor. Ik weet niet of ik dat nog kan hebben. In ieder geval, om nou steeds vanuit je eigen keuken die aankondigingen te doen elke week, het leek mij zo aardig om nou eens even in de buurt te gaan kijken, bij de buren. He, als een soort Winston Gerstenovic, een beetje man bijt hondachtig. En eens eventjes zonder envelop aan te kloppen. En te kijken of we van daaruit het nieuwe onderwerp deze week kunnen aankondigen. Dus ik zou ze zeggen, kom op. Ja, dit zijn mijn directe buren. Dus de familie Gooswillige Grotenhuis of Grotenhuis Gooswillige. Ze hebben drie kleine kinderen, twee jongetjes en een meisje. Nou, dat wordt hommeles. Hallo. Hallo, mag ik even binnenkomen? Ja. Het is niet voor de postcode loterij. Vind je moeder het goed? Oh, ze zitten net te eten. Oh. Nee, nou, we zitten aan het toetje. Waar bleef aan het toetje, nou dat komt heel goed uit, aan het toetje. Ja, maar ja, zo kan het gaan, hè. Nou, buren. Ja, dag buurman. Ja. Ja, ik vond het al een beetje spannend. Ik weet niet of jullie het goed vinden, maar we wilden graag hier een introtekstje doen voor het nieuwe programma. Voor de serie bij TV Hilversum. Goed. Hè? Zeg, wat zijn jullie stil? Ik heb jullie nog nooit zo stil gehoord. Niet. Dit is ongelooflijk. Ja, ik ben helemaal de draad kwijt, jongens. Moet je eens luisteren. Mag ik even het vragen? Ja. Even intelligente vraag stellen. Ben jij de oudste hier? Ja. Ja. Heb jij wel eens wild gegeten? Nee. Elke dag natuurlijk eet hij wild. Eet hij wild, ja. Kijk maar. Nooit wild gegeten? Geen herten. Geen hazen ook niet. Konijnen ook niet. Maar je eet wel vlees? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, vandaag gaat het over een heel speciaal wildgerecht. Ja, Martin. Haas in rode wijnsaus. Heerlijk. Haas in rode wijnsaus. Weet je dat mensen die niet van wild houden, gewoon een kersverse haas moeten eten? Want dat is net zo lekker als biefstuk. Kijk, maar mensen gaan toch niet een oude haas eten? Of jawel, een niet-verse haas? Jawel, jawel. De liefhebber, de echte wildliefhebber, die laat hem gewoon 14 dagen liggen in de huid. En dat is zonde, vind ik, want dan wordt hij zo sterk. En dan zeg ik, ik hou niet van die wildsmaak. Maar dit is net als biefstuk, heerlijk. De haas! Allereerst even het haasje goed ontvliezen met een scherp keukenmes en wat zout en peper erbij. Eerst smeren we mosterd. Hollandse mosterd? Of mag het ook Franse of Australische zijn of Amerikaanse? Het Dijon mosterd. Dit is Hollands, dit is mooie Zaanse mosterd, echt. Daar zijn we beroemd om, dus ik gebruik graag Hollandse mosterd. Weet je dat? En dan... Weet je dat Breda, het is een mooie pand in Breda, beroemd is om vroeger om zijn bosarbeidjes. Bosaardbeidjes. Ja, kijk, dit gaat er droog op zo, hè? Op de tableshare. De saus! Dus dit is echt het, we gaan hier blussen of wat gaan we doen? Nee. Nou, het geheim van de saus
is dat hij gebonden wordt met vers hazenbloed. Mm. Dit is dit. Kijk eens. Maar bloed, dat gaat stollen. Dus wat doen we dan? Een klein beetje cognac. Zo, dat verdunt. Ja. He? En ja, ja, ja. Dat gaat dadelijk als laatste in de saus. Maar dit moet je dus als eerste mee beginnen. Ja. Vandaar dat ik dit even doe. Ja, ja. Nee, maar dan kan je het ook op een andere plaat doen of op een... Tuurlijk, gaat hij lekker in de pan en in de oven. Okay. En ja, iedereen heeft toch zo zijn lekkere methode. Kijk, hij is al los zo, lekker bruin bakken. En dan eerst dit filetje, lekker bakken. Dan dus we leggen hem zo, daarna het andere. Laat maar rustig gaan. En hoe weet je dat hij goed is? Ja, dat laat ik straks even zien. Okay. Wat dacht je van een lekker glaasje wijn? Dat zou ik kunnen doen, maar ik weet niet of ik in beeld mag drinken. Van, Nee, maar we moeten deze wijn testen. Ah, oké. Okay. Ja. De saus. Ja. Roken, dat wordt wat anders in beeld, maar drinken mag geloof ik... Nee, maar dit is een stevige wijn, een Merlot. Want ik was eigenlijk een beetje bang dat je de drank vergeten had bij de gerechten. Ik denk, we gaan koken, maar moet natuurlijk ook wat bij... Nou ben ik een liefhebber om te koken met wijn. En niet met water. Dat heeft veel meer smaak. We gaan de saus maken. Die gaan we ook even lekker in. Voor een saus hoef je niet de duurste wijn te pakken, hoor. Maar wel een lekkere. Maar je kan hem nog wel drinken, hoor. Een Merlot. Een beetje boter in de pan. Ja. Dat is leuk voor jou. Even doen. Moet ik het doen? Ja. Maar nou, volgens mij doen koks dat gewoon. Ja, want kijk, dan heb je het probleem. Dus is dit te veel? Nee, is perfect. Maar hoe, jullie doen het zo, hè? Ja. Dat wordt toch niet opgenomen. Dus. Het wordt allemaal nog heel goed gebakken. Ja. Zo, dan gaat er celderie, ui, prei, wortel. Allemaal bouquet, heet het in vaktermen. Zeg, nou was jij, ja, je bent het nog wel, natuurlijk, een hele beroemde chef-kok, allereerst met een eigen restaurant. Maar dat had sterren, hè? Twee sterren. Jarenlang twee sterren gekookt. De Zwaan, fantastisch bedrijf. En 10 jaar geleden gestopt. En nu kook ik over de hele wereld. Mm. Overal. In Dubai. In Amerika. In Australië gaan we naartoe. Ja. Overal. En daar zijn we ook te zien, nu. Ja, geweldig. Nou, sommige mensen zitten natuurlijk 's ochtends vroeg nu te kijken naar dit fantastische avondgerecht, maar ja, ook. De saus! Een klontje boter in de pan voor het fruiten van de ingrediënten voor de saus. Zoals bijvoorbeeld worteltjes, een gehakt uitje, wat stukjes selderij, lekker laten pruttelen en goed roeren. En het fond, bijvoorbeeld een kalfsfond. Ten slotte een flinke scheut rode wijn erbij. Dat is van mijn oma. Die had een recept. Nee, dat gaan er geen... Ja, die had zo'n lekker recept. In ja, geweldig. Lekker een beetje. Gewoon ontbijtkoek erin. Oh. En haar geheim. Dat zei ze nooit. Ze zei het nooit. Maar ik had het gezien. Nee. Chocola. Maar mag je alle chocola gebruiken? Ja, wel puur. Puur, want die heeft een heel hoog cacao gehalte. En dan is de smaak veel intenser en veel beter. Nou, en dan nog een beetje laurier, hè? Laurier. Wacht even, dat weet ik uit mijn hoofd. Kijk. Laurier. Dat is zo'n blaadje. Of niet? Ja, perfect. En dat moet een blaadje gewoon in? Ja, en je kookt vaker, zie ik, of niet? Nou, dit weet ik dus ook weer van mijn oma en mijn moeder. Kijk. Een laurierblaadje ging er dan bij, hè? Ja. Ook bij draadjesvlees, weet je wel, sudderen. Twee blaadjes of meer? Nee, is genoeg, want laurier wil nou wel eens gauw in smaak stevig doortrekken, hè? Het garnituur! Een rozenval aardappeltje schillen à la kas. Ja, dat wordt misschien een beetje lastig. U mag het natuurlijk ook à la uzelf doen. Vervolgens wat spruitjes. Pocheer ze wel even voordat u ze verder gebruikt. Wat stukjes spek. Alles in een pannetje met een klontje boter. En
pruttelen maar. En dan heel geraffineerd een mespuntje curry. Mm. Zo. Voilà. En die even stoven. Stoven. Ik ga nog leren koken, zeg. Geweldig. De rest van het garnituur. De grote versiering. Water en suiker in een pannetje. Wat schijfjes grapefruit, stukjes kaneel en vanille. Een appeltje schillen à la cas. Maar ja, het mag natuurlijk ook volgens uw eigen idee. Neem wel een harde appel, anders wordt het misschien moes. En dit is de vanille. De verse vanillescheuten, die snijden we zo in. Ja. Hier, dan gaat de merg, de vanillemerg. Dat geeft die zwarte puntjes. Ik had laatst een mevrouw, die had een ijsje en had ik gemaakt. Met alle verse vanille. Ze is dus aangebrand. Ze zit allemaal stukjes in het ijs. Maar dat komt dus van de verse vanille. Heel luxe, heel lekker. Maar je kan ook vanillepoeier gebruiken of... Hè? Ja, natuurlijk. Want misschien hebben ze niet overal vanille weer. Nee, niet overal, maar ik ontdek over de hele wereld... dat in alle winkels bijna alles te koop is. Zeg, nou was jij, ja, je bent het nog wel, natuurlijk... een hele beroemde chef-kok, allereerst met een eigen restaurant. Maar dat had... Sterren, hè? Twee sterren. Jarenlang twee sterren gekookt. De Zwaan, fantastisch bedrijf. En 10 jaar geleden gestopt. En nu kook ik over de hele wereld. Mm. Overal. In Dubai. In Amerika. In Australië gaan we naartoe. Ja. Overal. En daar zijn we ook te zien nu. Ja, geweldig. Nou, sommige mensen zitten natuurlijk 's ochtends vroeg nu te kijken naar dit fantastische avondgerecht. Maar ja, oké. Okay. Maar koken kun je altijd, hè? Ja. Nou is het belangrijk dat even met een houten spaneltje die bouquet even losmaken. Want wel een tip voor met name de mannelijke kijkers onder ons die dan 1 keer in de maand misschien voor een vrouw koken. Dat ze dus met zo'n mes wat ze dan met de kerst gehad hebben... De vingers altijd naar binnen, hè? Want dat altijd, zie ik jou ook doen. Altijd zo houden, hè? Het kan eens een keer fout gaan, maar... Snij je wel eens in je vingers? Nou, zelden, maar ongeveer 1 keer per jaar verbranden, 1 keer per jaar snij ik erin. En dan ben ik er weer vanaf. Nou heb ik hier een kalfsvom. Ja? En dat is eigenlijk... Maar hoe halen we dat? Waar krijgen we dat? Hoe maken kalfsbenen, een beetje rode wijn, bouquet, koken. En ik heb altijd zo'n basis. En dat is de basis voor de lekkere saus. Kijk, die maar gaat... dit kan je ook kopen, denk je ja, dan? Ja, dit kan je ook. In winkels. En je kunt hem ook zelf maken. Dat is het inkoken van kalfsbeenderen en... En dan, dan krijg je dus die lekkere smaak. Nou, de wijn erbij. Zo, lekker van wijn. Kijk, een mooie rosé. Oh ja, rosé. Dat is hem. Kijk, maar hij is niet te rood. Maar... Als ik dan bij mijn moeder in de keuken stond, dan ging ik altijd zeggen, hey. Dan ging ik altijd zo'n puntje, hè, nam ik even. Ja, en dan even proeven. Dan wou ik nu, ja, toch. Ja? Om eerst het pure en straks hem in de mix. Oh, wat lekker. Opmaken is natuurlijk toch heel belangrijk, hè? Dat... Zeker. Dus een heel belangrijk is dat je altijd van de rand blijft. Ja, maar daarvoor ben ik, Cas. Ik ben voor de rand. Ik ben het randfiguur hier, die straks nog eventjes, want dat heb ik wel eens meer gezien. Zo. Voilà. Voilà. Nou, hier. Ja. Deze is heel mooi. De dingen losleggen van elkaar. En nu komt het sausje. Een beetje te hard hier. Het dressen! Ja. Prachtige saus. Hè? En je ruikt de bossen. Ja. In de Brabantse bossen, daar kunnen we hossen. Zo was het toch iets? Of, nee, het was met Brabantse nachten. Ja, die zijn die nachten hier. Die zijn ook beroemd. Kijk, en dan doen we even dit zo langs de rand. Nou, Ja, dat is hem. Dit is hem. De haas. Voilà. Hier. Haas in
in de rode wijn. Dat ga jij maar. Kan je je wat voor voorstellen, Gijs? Een konijn in de rode wijn. Ja, wacht op. Nou, vanuit deze gezellige keuken groet ik u. Volgende week hebben we onder andere Snert. En misschien wel bij andere buren. Als dit aanslaat, je weet het maar nooit. Helemaal vies, hè? Nee? Dat wil ik geen, hè? Nou, tot zover deze leuke aflevering van. Ik ben in de naam kwijt. Oh ja, dan eerst van de schaar. Tot zover deze dag van Andreas. Het was me wel een dagje.